gaan paracetamol en bier niet samen doen? Gewoon wegspoelen. Deze game. Noble 1, this is Noble Actual. Noble 1, go ahead. We need that base taken out, son. What's your status? Still outside. Thermal on the interior shows standing room only. We're gonna have to send them out or we'll be way too popular. Copy that, Noble 1. Holland out. Holland out. Holland out. We got a job to do, so let's stay focused and get it done. Six, are you in position? Affirmative. Good. Execute. Government owned this sector now, but they're defending for a major strike. Het is ook wel leuk om te zien dat iedereen best wel clean race. Ja, maar dat had ik echt niet verwacht. Dus wat ik al zei, begin van de race. Deze auto's echt als je... één. Als je heel zachtjes aantikt, door het gigantische gewicht wat erachter zit, staan ze meteen zijwaarts, weet je wel. Ja, het is ook wel een paar keer gebeurd. Oh, pas op, zit ook sniper. Ja, ik zit gewoon een beetje achter die steen hier. Kan jij die sniper pakken? Waar zit die? In het nest. Oh, ik zie het, ja. Ik heb geen wapen meer voor afstand. Ik zal die Kai's auto even pakken. Oh, damn. Wat is dat zoiets? Ja, twee ghosts zijn beschikbaar. Deze game is zo leuk, jongens. Echt, als je hem nog niet hebt gehaald, het kost een tientje, hè. Doe jezelf plezier. Koop hem nu nog, download hem en je kan met ons meespelen. Oh, shit. Heb jij geen ghost? Oh, er lacht hij. Stond hij daar ergens? Ja, lacht er nog een. Hey, Delacost, what's up, man? Je hebt mijn overwinning gemist, ouwe. Ik heb de eerste race van de GT Sport League gewonnen, man. Bijna 500 kijkers hoorde ik net van Polish. Insane. Echt in fucking sane. Altijd vet om die turrets helemaal te stoken. Ah, ik ben dood. Schiet hem alleen eraf. Ja, ik was allereerste. Ik ben ziek, Q. Dus gisteren was ik het allerziekst. Dus ik denk dat ik weer aan de betere hand ben. Maar het is niet top. Oh, damn. Oh, dat. Zeg jouw ghost er nog om te gebruikt te worden? Ja. Ja, hij is wel heel beschadigd. Maar niet uit. Kijk. Achter staat een beetje, ik zie. Oh, hier is het. Kan jij hem pakken? Dan focus ik op deze ghost. Ja. Jesus! Ik word wel echt bestookt. Ik heb weer gelopen. Ja, en ik ben dood. Hij is ook dood. Holy shit, kijk wat ik trouwens heb. Oeh, dat is wel heel nice. Nu ben ik een beetje jaloers eigenlijk. Ik ga er niet stom op zitten. Ga ik maar lopen. Dat moet je echt doen, man. Ja, dat moet je echt doen. Ik weet niet of je überhaupt een beetje fan bent van Halo, maar... Kijk, dat is het betere werk. Ja, maar hier liggen ook leuke dingetjes. Oh, niet de verkeerde kant instappen. De Lando Norrisje. Ik kan het niet bij, hij staat dichtbij. Oh, wat is deze game vreed, man. De epiloog, tof. Ik had een iets andere afsluiting verwacht. Dat hij iets naadlozer zou aansluiten op Red Dead Redemption 1. Maar, ja, nope. Ik heb het gecaptured. Ik was ziek, dus ik kon niet streamen. Maar ik heb het wel gecaptured, dus... mochten mensen het zien, ik ga het uploaden. Willen zien, ik ga het uploaden naar YouTube. Dus, shit, zit vast. Kan jij deze benchies uit de lucht schieten? Ja, goed. Daarvoor schiet deze echt te langzaam.
Ik hou me wel bezig met de benches. Oh shit, ik word eruit geramd door mijn fucking elite. Ik heb het uitgespeeld, Delicos. Ja, ik ben weer gerespawned. Ik ga nu naar het tweede. Kan je iets dichterbij komen? Om me coveren. Oh, nu een halo? Ik denk op net iets over de helft. Ja, iets over de helft voor mij inderdaad. Dus we gaan niet al die andere halo's uitkomen. Waarom gaat deze shit niet goed? Ik krijg hem niet kapot. Kom maar. Ja, nou, ik heb twee andere gemaakt. Dus. Nice job. Ja, hij is kapot. Falcons, commence descent. Meet you inside the base, Lieutenant. Ah, diggity damn. Ja, de audio is wel een dingetje vandaag, maar het is niet zo erg dat ik me eraan stoor. Het is jammer, maar niet zo erg dat ik me eraan stoor. Ben je vlak achter me? Ja, ik sta achter. Ja, ik ga een eentje snel. Ja, die benches zijn echt kut, man. Nou. Hier, rij jij me voorop. Dan, Oh damn, wat? Dat ik dat ding dat draait gewoon. Niels, je bent dronken. Ja, dit kan niet, hè? Waarom gaat hij nou achteruit rijden? Ja, je moet niet achteruit rijden, want dan gaat hij echt heel langzaam. Ja, maar hij doet het gewoon. Ik druk op B en dan gaat hij achteruit. Ja, dan moet je gewoon even andersom. Je moet hem een soort van draaien. Ga je wel even draaien. Ik ben benieuwd, Smash. Die gaan we sowieso even checken in Filmkings natuurlijk. Oh, hier zit een vervelende. Ja, niks. Boven turrets. Overpowered trouwens. Oh, oh. Fuck, dat was ik bijna. Ding is overpowered, daar ging ik bijna. Oh, nee, daar ga ik zelfs. Oké. Hoe overpowered was die ook alweer? Ja, ik ben een kopenpauw. Nou, die turrets zijn een beetje. Ja, het draait echt fantastisch. Welke videokaart heb je? Ik had hem even uncapped en ik zat gemiddeld op de 300 frames per seconde. Noteren. Dude, dit is chaos hier! Pak even zo'n turret. Oeh, ja, ik ben dood. Kan je heel even naar een veilige plek gaan? Of niet, hè? Of niet. Nu hebben we wel de tank terug. Oké, iets defensiever spelen met de tank. Ja, dat doe ik. Ja, het draait zelfs op kutsystemen draait hij heel goed, Sreesu. 2070 super. Ik heb een 1080. Ik zat gemiddeld op 300 frames per seconde. Uncapped. Het is niet makkelijk, hè? Driving en drinking, dat gaat ook niet samen. Of ga ik nog steeds achteruit? Oh ja, ik rijd achteruit. Deze game ziet er zo dik uit. Hij ziet er echt goed uit. Ik ben echt blij verrast ermee. Ik ga toch niet hier. En hij is ook nog eens beter dan de Xbox One X versie. Ik moet even die video kijken van Digital Foundry. Die Xbox versie is echt kut vergeleken met met de PC-versie. Huh? Oh, ik word meegetipt in de voor. Ik denk wat er van gebeurt. Pas op, er komen zo benchies ook aan, hè? Ik zal wel een beetje afstand houden. Daarboven staat de turret. Kan je die raken? Ja, ik zal het even proberen, man. Ja, daar ja. Moet erbij komen. Jezus, het hele ding wordt helemaal naar diepe geschoten door die fucking turret. Ja, meest stabiel kan je hem gewoon draaien op 60 frames, Q. Als je hem in 120 of hoger, dan kunnen er issues optreden. Ik heb er zelf nog geen last van gehad. Oké, ik ben dood. Ja, ik ben ook dood gegaan.
Ik speel hem op een captain. Ik heb nog geen probleem gehad. Dus. En ja, mijn computerscherm kan maar 60 gaan. Dus, heel veel beter gaat dat niet worden. Het ziet er echt heel goed uit met 144 hertz. Ja, het is echt heel dik. Ja, dan moet ik zitten kijken of er nog een voertuig ligt. Ja, ik zal even kijken of die voor mij kut heeft. Moet er weer voertuig. Maar mijn volgende monitor die ik ga kopen, want ik wil nog wel een monitor kopen. Dat gaat 100% de ultra-wide zijn. Deze game heeft ook ultra-wide support gekregen trouwens. Wereld naar uitschieten, maar niet echt. Ja, natuurlijk. Dat ook nog. Ja, hij is down. Nice. Je hoeft hem niet te pakken, want je kan toch niet verder dan mij. Maar op een ultra wide lijkt me ook echt fantastisch eruit zien, hoor. I see him. Fire out! Anytime, Noble 6. Get inside the base. Maar je merkt al wel. Nu spelen we met z'n tweeën. Just in time. Dat is echt al een stuk moeilijker als toen met z'n vieren. Ja, dat sowieso. Maar hij is ook niet schrik natuurlijk. Oeh, er poft een granaat bij mij. Oh! Kamikaze. Nog een kamikaze. Nou, die is wel dood. Die is hartstikke dood. Mochten er nog mensen mee willen doen, je kan gewoon meedoen, we hebben twee plekken vrij. Mocht je die game hebben, doe gezellig mee. Ja, hij is ook gewoon fearless, hè? Die rent gewoon overal doorheen. Harte welkom, Curtin. Van harte welkom. Moesten we niet naar binnen hier? Ik dacht het wel. Ja, ik denk het wel. Maar er is een beest destroyer, dus we zullen dat hijgen, dat zou kutje man. Ja, überhaupt dat je gewoon in één keer stopt met sprinten weer. Hier is het. Ja, omdat het zo'n perk is. Gewoon op Steam en op Game Pass staat hij. Dus hier ligt trouwens een map pack. Ik weet niet of je het nodig hebt. Nee, nee. En een shotgun ligt hier. Dat kan ik wel gebruiken, want ik ben bijna out of ammo gebruikt. Ja, die battle rifle was ik out of ammo. Hm. Nee, wat doe je nou? Ik wilde dit ding gewoon pakken. Dit wilde ik, ja. Waar ben je heen gelopen? Ik ben de weg kwijt. Hier. Ik ben toch op de map. Oh, ja. We're lucky anything still works. Een soort van remake. Wes, waarom doe je niet mee trouwens? 2080 moet wel lukken, ja. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Speel ik hem ook op. Techneut van GK? Nee, dat zou ik mezelf niet noemen, maar. Ik ben wel voor GameKings. Met Halo Reach, man. Open fire! Hey Piet, goedenavond. Goed, ik moet zo'n grote kutblaster oppakken. Ik ga volledig out of ammo. Ja, die plasma pistols die zijn op zich wel oké, hoor. Ja, ik ben marketing communicatie. Dat is mijn titel. In principe samen met Jay en Jelle draai ik gewoon GameKings. Zowel productie als presentatie als marketingcommunicatie en de sales. The force will be with you. Always. Ja, daar is die Daika, oude Supreme van me! Dankjewel voor je resub, 22 maandjes. Dankjewel, jongen. Wel een super vet idee dat iedereen die elke keer subt, dat ze daarmee emotes geven aan de chat. Super slim weer voor Amazon om meer subs af te troggelen. Altijd maar lekkere subs af te troggelen. Cryptic. Maar dankjewel, man.
kut is als je die gun shit draagt. Zo traag, hè? Langzaam. Ik gooi hem trouwens weg, want ik zie hier weer een battle rifle. Give me the battle rifle. I like it a lot. Hoewel een fucking shotgun echt insane sterk is in deze game. Hou ik er nooit van om mee te spelen. Shit. Damn, hij is sterk! Ja, ik zeg die dude, what the fuck is dat? Oké, zijn shield is eraf. En hij is down. Oh, ja, hij is down. What the fuck? What the fuck, man? Ligt er achter nog een medpack? This is it. In here. Hier is een medpack. Hier ligt sowieso ook nog Emma. Dus, waar lag een medpack? Bij mij. Op de muur zit er een. Hele beetjes met 10 euro inderdaad, ja. Dus je kan hem loskopen, maar je kan ook de Master Chief Collection kopen. Die is 40 piek. En dan krijg je straks 5 andere games nog. Wanneer ze uitkomen. Ja, maar ik wil ze gewoon hebben. Oh ja, nog 10 dagen aan die Star Wars. Yep. Looks like they got themselves cornered. Or were committed. Ik ben er helemaal niet zo hype voor. En het is echt dat je nu zegt, oh ja, 10 dagen. Ik heb al tickets hoor, maar... I'm going with cornered. There's nothing here. No load-bearing columns either. Sir, if we're supposed to blow this place, this ain't the spot to do it from. Dot, check your vector. Vector confirmed, Commander. We are precisely where Oni has directed. Apologies. Coordinates revised. Please confirm. Revised? By an AI of unknown origin, whose clearance is well above my own. Cortana. Well, it's pointing us a click and a half east and 2,000 feet underground. I didn't bring my shovel, Commander. Sir, I say we go AI free on this one. Het ziet er nog steeds zo mooi uit, man. Coordinates are junk and the longer we go chasing them. Tientje maar, ja. What is this, Dot? Our revised route. Weet de voice acting niet goed, Q? We came this far. Ik zou niet zeggen dat het uitstekend is, maar het is toch ook niet slecht. Het is gewoon redelijk. Het is gewoon oké. Maar ik bedoel, het zou niet voor mij iets zijn om te zeggen... deze voice acting. Ik ben blij dat het niet die standaard Amerikaanse bullshit is. Alleen je ziet sommige camera pans, die zijn wel nog in 30 frames per seconde. En dan zijn de bewegende characters 60 frames per seconde, maar dan zijn de camera movements 30 frames. Het ziet er heel weird uit. Your new AI friend tell you anything else, Dot? Dot. She's been expecting you. Dit was Cortana, toch? Apologies for the unusual security measures, Commander, but the stakes demand it. Dr. Halsey. Ik dacht dat je... Reports have you listed as... Yes, well, as they say, news of my death has been greatly exaggerated. I only wish the same could be said of the rest of Noble Team. We all do, ma'am. It may please you to learn that the data module Noble 2 procured from Visigrad Station contained precisely what my scientist promised, a latchkey discovery. It has unlocked, at last, the secrets of this excavation. Not sure I understand. Your orders were a pretext to bring you to me and have been overridden. Nee, niet gespeeld, you are here, Q. Team Noble, to ensure the delivery. Nee, ik heb Exodus heb ik wel. Maar nog geen tijd voor gehad om te spelen. Others will handle the demolition. Ik was en ben een beetje ziek, Jurgen. Dat is niet een hele toffe weekend. Niet Exodus? Is Exodus kut dan? Before you is an alien artifact neither human nor covenant in origin. Advanced beyond our comprehension. Until now. Thanks to Noble 2, the decrypting of its data is nearly complete. Whatever we're doing down here, we better do it quick.
Have your data ready, ma'am. We're coming to you. The decrypting process is still underway. I don't think you understand. We're out of time. If it isn't portable when we reach you, it's gonna get buried. Bury any of it, and you bury mankind's best chance for survival. Commander, you've been wondering what your Spartans died for. Dat is goed te doen. They died for this. Dus Exodus de minste, ja? Please, buy me all the time you can. Ik ben level blond aan het drinken en het is heerlijk, jongens. Let's find Halsey's lab. Move. Commander, I'm seeing turrets already in defensive positions. Tony was expecting company. They sure as hell got it. Ziet er wel echt vet uit, we have hostiles in battle. Ja, heel dik. Spartans, ook, we cannot allow the Covenant to break through the door to my lab. Understood. Let's give the doctor the time she needs. Noble team, there are four defense turrets to assist you in defending the lab. Get them online and quick. When the turrets take too much damage, they'll shut down to recharge. You'll need to reactivate them when they come back online. Double six. Activate. Oh ja, hier moet je net tussen die turrets heen rennen. Hebben ze allemaal online? Hoeveel zijn het er? 4 volgens mij. Oh ja, hier is nog eentje. Pak jij die? Ja. Dan begin ik hier alvast Covenant op. I need more time. Whatever you have to do, do it. Even kijken, van waar komen ze allemaal? Ik verdedig A en B. Als jij C en D doet? Ja, dat is goed. Of komen ze allemaal vanaf A en B? Nee. Ik kom er vanaf D kant komt er ook eentje. Oh, hier niet dat vak. Ja, dat is goed. Doodgaan? Huh? Nee, die gast ging gewoon niet dood. Ik ben bijna dood. En mijn ammo is op. Ja, dat is ook. Oh shit, de droppen tanks. What the fuck? Ik ga bijna dood. Ik ben dood. Ja, ik ben ook dood. Nou, dat meen je niet. Ja. Dan moet je dat wel even communiceren met mij, hè? Ja, maar ik was... Dan ga ik heel veilig... Oh, oké. Ik wil zeggen, want dan ga ik gewoon heel veilig staan. Hoe ver het kan, maar... Mappacks ofzo? Ik zou zeggen van wel. Nou, we hebben in ieder geval een checkpoint. Niet iets. Nou, ik ga die tank proberen te pakken. Wow, ja, ik ben dood. Oh oh. Dude, dit is hele slechte timing. Maar de tank is down.
pistooltje. Trouwens, met de plasma pistool, misschien wist je dat niet. Kan je, als er een tank is en je laat hem volledig op en je schiet hem erop, dan is die 5 seconden kan die niet gebruikt worden ofzo. Ik ben wel echt bijna dood, dus we moeten even naar zee gaan. Want we zijn onderweg, man. Ik heb gewoon niet veel hulp. Oké, dit is wel een klein probleem. Wat? Nee, bij deze en een 3 grote. Zie je iets? Nee, tussen D en C. Ja, Brute. Ik ben er bij je. Ik ga gewoon niet dood hoor, die gasten. Hold on, Spartans. I'm getting close. Waar komen ze vandaan? Fun of day. Er komen ook benches aan, dus dat is wel een probleem. Maybe we can grab a Firefight heb ik dus echt nooit gespeeld, man. Whoa, calm even down. Er komen ghosts aan. Daar heb ik even eentje proberen te pakken. Ja, dat ga ik nu doen. Dat ga ik nu doen. Ja! Got it. Nou, ik ben wel echt bijna dood. Ja, ik ben dood. Ligt er wel hier eentje. Blijf leven, blijf leven. Ja, ik ben er weer. Hij ligt hier achter, dus ik ga er gelijk heen. Ja, ik ben dood, wat de fuck. Oh nee, 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 dat meen je niet. Ben je er weer? Ben je er weer? Ja, ja, ik ben er. Oh, damn. Eentje moeten we weer online zetten, of niet? Of kan dat niet? Ja, zeker. Waar is die Banshee of die Ghost? Ik ga even omlopen, want dan ga ik hartstikke dood. Oh daar, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Ik ga C wel weer activeren. Oh shit, ja, nu zie ik een Banshee volgens mij. Ah, ik ben dood, fucking bullshit. Ik loop bij je. Hier, pak deze. Bam. Gaat er nog ergens een timer? Stop nooit. Wat is Firefight precies, Soresu? Waarom doe jij niks? Staat hier die papi, die staat hier en doet helemaal geen hele moer. Hij zit gewoon een beetje te kijken hoor. Ik vind het toch prima. Nou, daar komt ook niks. Ik zie ook niks meer. Waar zit er nog in? Er staat ook checkpoint dan. Oh, er zal de volgende wave alweer komen. Zo, deze game. Ja. Ik zie 2 dropships en een Banshee, dus Ik pak wel even wat andere wapens, ik heb bijna geen helm. Oh, de tering. Dat is wel heel dichtbij. Waar ben ik nou geraakt? Pas op, loop er eentje met een zwaard. Zwaard is zeg een one hit kill. Well done, Spartans. Ja, daar, daar, pas op, pas op. Kimmy. De Halsey's Lab. Waar dan? Dude, hier ligt een fucking Spartan laser. Oh, what the f***? Ben ik gesnijd? Oh, nee, shit, was, je werd door iemand neergeramd. Toch, of niet? Nee, 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 ik kwam een rocket op, man. Die is daar. Zie je hem daar? Die blauwe dingen daar. Ah ja, ik heb hem. Oh, volgens mij heb ik dat wel eens gespeeld, zo'n race. In Halo 4 heb ik dat gespeeld. Spartan Ops heette dat toen.
Maar volgens mij is dat hetzelfde. Dat weet ik niet zeker hoor. Waar wacht je nog op, Delicos? Waar wacht je nog op, man? What is this stuff? Knowledge. A birthright from an ancient civilization. This AI is its custodian, and she has chosen you as her couriers. Chosen? By an AI? By this AI, yes. That is a Cortana. Carries as much weight as my own, perhaps more. You are to take her to the UNSC shipbreaking yard in Azad. There, you'll find a Halcyon-class cruiser waiting to get her off-planet. I understand. Do you? Mankind is outmatched. When Reach falls, and it will fall, our annihilation is all but certain. Even Windows, yeah. We can glean from this artifact a defense against the Covenant. A game changer. On the level of the conical bullet in the 19th century, or faster than light travel in the 23rd. And what if we can't? An apt question, if there were somewhere else to place our hope. There is not. Chip die in de Master Chief zijn helmet gaat. Take it, Lieutenant. She has made her choice. Do you have it? Yes. Say the words, please. I have it. Jammer dat hij hem niet even plat in zijn helm slot. Dr. Halsey, Noble 3 will escort you to Castle Base. I require no escort, Commander. June, make sure nothing falls into enemy hands. I'll do what's necessary, sir. Good luck. You too, Rifleman. Sowieso, die armor sets zijn zo tof. I need a heading dot. At 3 kilometers north, turn right, heading 050. Which leads to? The shipbreaking yards in Azad. The only off-planet extraction point left on this continent. Small-scale air attacks have decimated many convoys en route. An armada of Covenant cruisers is hastening to the site as well. UNSC cruiser, Pillar of Autumn, is awaiting your arrival. Aw, kippenvel krijg ik daarvan. It would be a noble mission if it were easy. The Pillar of Autumn, jongens. Dat is de ship die je als eerste ziet wanneer een Halo 1 start. Dit ziet er gewoon vet uit. Met deze muziek erbij. Maar de Pillar of Autumn is ook het schip waar de Chief op zit, jongens. En Keys, Captain Keys. Ja, ik heb veel, man. Noble leader, seek immediate medical attention. Noble leader, please respond. Please respond, Sierra 259. You are alarming me. Not sure how long she's gonna stay together. Skies are jammed up anyway. Gotta get you off her, Lieutenant. Sir, you don't want to hear it. Get the package to the Autumn. Done. Not yet, it's not. Emil, go with him. It's a ground game now. It's been an honor, sir. Likewise. I'll do what I can to draw their fire. Six. That AI chose you. Ja, precies, dat is de race. She made the right choice. Oh, dat is de race met jou kan ik viben, man. All I want to know is, did we lose him? On my mark. Mark! Ja, dat weet ik niet eens meer. Hoe dan is Rezo in zijn cryopod of... misschien heb ik dat wel gezien trouwens.
Gaan we, Niels. Here we go. Kijk, daar is hij, de Pillar of Adam. Oh. Hey, maar dit gaan we wel voor elke Halo game voor PC doen, hè? Zeker. Waar is hij toe? Kan je straks Halo 1 ook met 4 man, of is dat maar met 2? Ik weet dat het eerst maar met 2 was. Geen idee. Ik weet niet hoe ver ze het gaan doen. Is er ook een volgorde van wanneer, wanneer welke uitkomt? Ja, Halo 1 komt uit. Alleen nog niet bekend wanneer. Komen nu gewoon een chronologische... Ja hoor. Dus komen nu gewoon een chronologische volgorde uit. Oh ja. Ik ben dood trouwens, dus als je een iets rustige plek gaat, dan ben ik er weer. Ja, thanks. Heel benieuwd hoe Halo 4 er straks gaat uitzien op PC. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de artstijl die 343 Studios heeft gebruikt voor Halo, vind ik wel echt insane. Sommigen vinden het niet Halo, dat is pure smaakding, maar ik vind de artstijl van 343 vind ik echt toffer. Ik heb nu alweer ammo nodig, dat gaat zo snel altijd. Ja, dan moet je meer raak schieten, jongen. Hier ligt een bazooka. Je willen. Wil je hem bezoeken? Nee, wel mee. Hè. Hier ligt hij. Ik pak dit ding. Weet je, ik pak deze wel aan. Dan pak ik wel een bezoeker erbij. Waar precies? Waar heb ik licht? Ik denk dat het. Oh hier, ik zit. Het is geen. Het is een gigantisch fucking ding. Hoe kan je hem nou missen? Hier! Hier, ga je bij mij achterop? Yes. Dat ben ik niet, hè? Oh. Ik sta nu bij fucking domme AI achterop. Dit is een slecht idee. Ik wou zeggen, dat is echt een heel slecht idee. Zie je, hij rijdt nu al achteruit, zie je dat? Volgens mij kan je rocket launcher lokken op de Banshees. Schiet. Lekker. Oh, fucking Scarab, ouwe. Get the package out of there. Remember your objective. Dat is echt een clean shot, hè. Clean landing. Rechts op, okay. Kijk, zie je nog chips of zo, wensje misschien? We gaan hem uitspelen vanavond, denk ik, Niels. Ik hoop het. Ja, want dit, hoe heet dat? Als je bij Pillar of Autumn bent, dat is bijna het einde. Oké, ik ga hem lokken. Moet ik wel zeggen, dan is hij wel echt bijzonder kort. Volgens mij hebben we dan 6 uur gespeeld of zo. Ja, zoiets. Ik krijg het gewoon niet kapot. Nope. Enemy forces blocking the road ahead. Oh shit. Was dit maar 6 uur, hé? Hey? Nee, hier ligt een shotgun, mocht je het willen. Enemy! Die pak ik wel. Kom dat terug. Got a range! Southeast side! Pas op, er zit ook artillerie van achter. Ik ga het kijken. Kon je nou targeten met rocket launcher? Ja, je kunt targeten. Hoe dan? Rechte muisknop? Ja, en dan als je gewoon op een geaimd, dan komt er zo'n vierkantje en dan. Nee, bij mij niet. Ja, niet op die tanks, het kan alleen op een Banshee volgens mij. Okay.
dichtbij proberen te komen. Ja, ik probeer wel wat enemies te killen met mijn shotgun. Shotgun was geen goed idee. Nee! Dan ben ik klaar met singleplayer. Enemy forces blocking the road ahead. Oh, jij was ook down. Ja, ik was ook down. Oh, sorry, ik zat niet op te letten dan. Zo had ik niet moeten rushen op die guy. Ja. De multiplayer ik vooral. Ik wel de multiplayer. Ik Halo draait de multiplayer. Het is een beetje zoals COD. En zijn over het algemeen de single players van Halo zijn toffer dan die van COD. Ik schiet dat kraaiennest wel altijd uit. Ik kruip dichter bij die tank. Fucking hell. Hey, shit. Kut! Doe hem al. Jezus, ik moet ook oppassen. Dat meen je niet, joh. Wat is er? Ja, ik ben down. Oh, de tank is wel down. Moria, een goede avond. Hebben we nog enemies? Ja. Met mijn laatste adem haalde ik de fucking tank. Man. Oh shit, ik ben gedood. Oh shit, er zit nog een. Ik was ziek, Morian. Ik ben nog steeds een beetje ziekjes. Maar dat was wel goed. Verder. Ik heb echt letterlijk helemaal niks gedaan, de hele dag in mijn bed gelegen. Maar die tire degradation die moeten we wel op 4 of 5 zetten nu, hè? Ja, die was echt. Nou, ja, misschien wel op 6. Ik denk 5 of zo dat dat wel goed is. Ik weet het niet. Ik stond nu op 2. Ja, 5. Als het 3 keer zo erg is, dan zou het prima zijn, hoor. We can get past this, sir. No, you can't. Not without help. Commander! Disco Ryzen, goedenavond. I've got the mask. Silent copy. Hit him hard, boss. You're on your own, Noble. Carter out. Oh, damn. Ja, nu denk je, ik baal dat je deze scarab niet zelf mag neerhalen. Maar dat is omdat deze game na Halo 3 uitkwam. En in Halo 3 heb je dat al gedaan. Crevice to the east. Let's go. Wat voor een event had je dan, Dirkos? Oh ja, het heerst nu echt. Onze hele redactie is ziek. Hier ligt weer een battle rifle. Don't mind if I do. Battle rifles zijn top. Go quiet. Oh shit. Dit zijn echt teringlijst. We've had enough dead sparks today. Is het tof?
6? Halo 5 nog niet. Halo 5 heb ik ook maar één keertje gespeeld. Ik haat gewoon die enemies in Halo 4 en Halo 5. Dat zijn echt hele kutte enemies. Zeg maar dit, alleen dan de hele fucking game lang. Die balans is ook gewoon niet goed in Halo 4 en 5. Ja, zeker maar. Alles van alle helos van Bungie zijn echt top notch, man. Kijk dan. This is Captain Keyes of the Pillar of Autumn. We are tracking you, Noble, and we've begun our launch sequence. Proceed to dry dock, platform D. I'll be on it myself to receive the package. Captain Keyes, jongens. Je ligt nog bij de rival. Mooi. Better be, soldier, because my countdown is no abort. Laat een gele elite achterin, laten we daar eerst even focussen. Ook een rocket launcher. Bam, ik ben dood. Jezus, ja, ik probeer wel een beetje te schieten, maar ik probeer even terug te krijgen. Ja, Halo 5, Dijka. Halo 5. Huh, waarom heb ik in één keer hammerlock? Dat wil ik helemaal niet. Die gele elite moet echt zo snel mogelijk komen. Is hij down? Oh, hier staat hij, denk ik al. Oh. Nee, ik heb alleen geen wapen voor veraf. Ik ben dood. Oh, ik heb godver, nu heb ik ook... Ja, kut hè? Nee, fuck off! En ik blijf hem gewoon indrukken. Ja, ik ga ook in shift. Want shift is normaal ook gewoon altijd rennen. Ja. Oh, ik ben dood. Jij ook, hè? Je zegt het niet, nerd! Ik zei het! Oh, let op, hè? Check. Echt niet. We'll be there, sir. Je zegt het nooit, dat is zo kut aan jou. Je bent zo'n kut persoon af. Nagen wat ik altijd met Dean in Destiny. Oh. Gele fucking elite. Ja, ik probeer te focussen. Ik heb alleen niet echt wapens voor afstand. Ik heb een grenade langs proberen. Ik heb geen elite nou. Ah, je AI is ook zoveel beter dan normale games. Nou, als je rust hier ook gewoon, maakt schriftelijk uit. Nee, maar... Elke fucking game, elke fucking shooter is, ga achter een muurtje staan, schiet iedereen dood en lopen we verder. En hier ze lopen alle fucking kanten om je heen en ze maken echt gebruik van de battlefield, weet je wel. Ja, nee, zeker. Okay. Ja, moet nog blijken, Bluebird, moet nog blijken. Dat zijn de beloftes, maar... Ik hoop het met je mee, man. Ik hoop dat het gewoon een vette game is. Zo,
jongen, hij werd even geraakt door zijn eigen fucking guy. Ja, Halo 5 is op Xbox One uitgekomen. Ik ben benieuwd of die naar PC komt. Het is wel echt de kutste Halo ever. Nee! Ik ben heel erg zo Destiny vibe gewend dat als ik een melee kill doe, dat hij even een meter naar voren sprint ofzo. Dus ik map de hele tijd mis. Ik ben dood. Dat heb ik dus ook. Dat heb ik echt constant. Dan probeer je te melee en dan sla je gewoon mis. Jezus, deze motherfucker, mijn jongen. Ja, ze schilder eraf. Ja, hij is dood. Ja, fucking nice. Als je wil, kan je zijn, zijn rocket launcher pakken. Ja, die is zo kwijt. Ja, dit is nice. Ik ga even kijken of ik wat ammo kan vinden voor de battle rifle. Ja, hoppa, hier liggen ook nog een shotgun. Mocht je dat willen? Nee, ik hou het hier wel bij. Nee, Halo 4 hoeft ze niet te schrappen uit de lore. Halo 4 was heel erg vet qua lore. Super ingewikkeld, maar heel erg vet. Super ingewikkeld, enigszins slecht verteld, maar super vet. Je made it! So far. Tech eval. We got this facility covered from all angles. Oh shit. We'll give you covering fire, take the flank, there has to be a way around. Is de turret. We'll find. Heb jij die rocket launcher? Ja, ja, ik ga het proberen. You got it, sir. Lekker. Oh, achter. Ja, ik heb die andere turret ook uitgeschakeld. Take him out! Eén turret. Oh fuck, allebei de turrets zijn weer met. Damage is wel heavy hoor. Get off, please. Dit zijn gratis schoten. Dit is gratis schieten. Die guy in die ghost. Perfect. Maar ik ga proberen die turret. Mijn eerste Halo was Halo 1. Ik ga die shit nooit vergeten, want mijn ouders gingen op vakantie. En ja, regulars in mijn stream die kennen dit verhaal, want ik heb het al een miljoen keer verteld. Mijn ouders gingen op vakantie, ik bleef thuis. En ze gingen 2 weken op vakantie. En ik wilde niet mee, ik was 13, 14, weet ik veel wat. Zoiets. En mijn ouders gaven me €400. Ja. Ze gaven me €400 om die 2 weken te overleven. Besef, ik heb geen baan of wat dan ook. Dus het is gewoon letterlijk om boodschappen te doen en shit. Ik kreeg €400. Met €400, ik heb meteen een Xbox gehad met Halo erbij. Samen met de Mattie zijn we 2 weken lang bij mij alleen maar Halo splitscreen gaan spelen en koop. Ja, ik ga het niet redden, man. Ik ga weg inderdaad. En ik ben 2 weken lang bij mijn opa en oma gaan eten. Heel flip mode. Ben je er weer? Ja. Ja, ja. Kut, nu heb ik weer geen sprint. Wat de fuck? Oh, dat is kut. Dus ik heb 2 weken echt op een houtje gebeten. Maar ik had wel een Xbox met Halo. Maar trouwens, het was niet €400, het was €400. Diego, ouwe baas, hoe is het jongen? Weer een fucking elite, man. Ik ben niks op hier ook.
Ja, maar elke sprint. Weet je nog hoe fucking makkelijk Hero ook was met vier man? Ja, nee, true. En nu is het een klein beetje sweaty aan het zijn. Met tijd en wijlen. Dan denk ik, sprint even weg, maar nee. Ja, we hebben alleen de gouden nog, volgens mij. Mijn ouders die konden er wel om lachen. Ik dacht echt dat ik in de problemen zou komen. Want ik heb letterlijk toen ze thuis kwamen, heb ik mijn Xbox verborgen. Nee, echt waar, ik had verborgen. En op een gegeven moment kwam mijn moeder mijn slaapkamer op en ik was Sega Race Game aan het spelen. En ik weet niet meer hoe die heet, die Sega Race Game. Maar je had een race game van Sega en het was een soort van... een soort Gran Turismo. Alleen het was van Sega. Ik vergeet alleen hoe die heet. En ze zei, wat heb je daar? Ik zei, Xbox. Hoe kom je eraan? Gehaald van het geld wat jullie me hadden gegeven voor de... toen jullie op vakantie waren. En ze moesten eigenlijk alleen lachen. Sukkel. Sukkel heeft zichzelf helemaal verhongerd. Ja, maar echt. Ik heb een beetje... ik heb hetzelfde gedaan met toen mijn eerste PC had. Nou, weet je, je bent gamer of je bent er niet, toch? Ik had toen ook, toen ging mijn ouders op vakantie, toen had ik, nou ja, het was dan voor de hond oppassen, kreeg ik 200 euro, kon ik net mijn beeld compleet. Hij heet niet Sega Rally, hij heet anders. Oh, ik heb mezelf vermoord. Oké, je bent er weer. Zo'n granaat bounce. Ook niet V-Rally. Kan iemand dat googlen? Het zit echt de hele tijd vreet het aan me hoe die shit heette. Je had circuit racen en rally racen. Gewoon alles, joh. Hoe heet die shit? Het was zelfs een bundelpack. Sega Racing Game Xbox. Als iemand dat googelt, dan ben ik je eeuwig dankbaar. Ik weet niet Sega Drive. Ik weet het zeker niet. Ik ben dood. It's time to go. Sega GT, dat was hem, hè? Sega GT. Sega GT heet het. Blijf leven, hè? Ik ga nu terug in. Dat was hem. Sega GT. Ben je terug? Dat was helemaal geen onaardige game of zo, hoor. Ik ben naar boven. Maar precies die, Homeland. Thanks, man. We made it, baby. We made it. Sega GT. Dat is best wel oké, hoor. Tenminste, wat ik me ervan kan herinneren. Ah, godverdomme. Ik pak deze shotgun wel even. Shotgun is no good, man, tegen fucking hunters. Niet wat, hè? Ja, niet shot hier. Ja, ik heb of het was of 0 ammo, of het was een shotgun. Ik denk dat de eentje risico moet nemen en de andere letterlijk alleen maar moet gaan lopen zodat je niet geraakt kan worden. Heb je deze game ook, Homeland? Je kan zeker meedoen. Ik denk alleen dat we wel in de laatste missie of één na laatste missie zitten. Ze zijn nu naar mij gedraaid. Ja, via Xbox Game Pass kan prima. Ik het ook via dus. Om deze enemies down te krijgen. Dit is lastig.
En met 4 was het nog iets beter te doen. Ik weet even niet meer welke je bedoelt dan, Delicos. Zo, die AI wordt ook in één keer naar achter geduwd. Wat ik wel tof vond is dat altijd een Halo is dat oh kut. Met de enemies ook elkaar pijn konden doen, de shit. Ja, maar terug. Eentje is dood. Heb je mij op Xbox, Homeland? Heb je nog granaten? Oh ja, die heb ik wel. Sticky grenades, dat is nog beter. Nee, ik ben nu wel oud, maar ik heb er nog eentje. Doe maar even een beetje naar midden lokken. Ik kan hem laten omdraaien. Als jij naar buiten aan midden blijft staan, probeer ik hem wel aan de andere kant. Ik blijf juist helemaal aan deze kant staan, zodat hij hier een beetje deze kant. Ja, kijk, dat wil ik. Hier liggen wapens, dus ik heb heel veel extra kogels. Kun je rechtsboven in joinen, dan kun je op zo'n poppetje klikken en dan kun je gewoon... Ja, maar dan moet hij eerst mij hebben toegevoegd. Dat is hij heeft hem via Game Pass, dus dan, dat is sowieso via Xbox en niet via Steam. Die ligt trouwens Battle Rifle. I'm in cover! Oh, pas op, zwaard! Sword. Blijf wel mooi staan. Volgens mij zijn alle snipers dood. Je hebt even melee combat. Surprise. Energy swords zijn nice, man. Even wat Battle Rifle kopen, hoor. Oh, dat kan niet, dat ligt niet meer. Nee, je kunt er voor maar één keer op pakken, anders is je weg. Nee, lagen er twee namen. En dan heb jij misschien die andere afgepakt. Ja, klopt, ik heb er ook eentje gepakt. Oeh, lekker hoor. Keys to Noble Team. We're running out of time here, Spartans. We doen ons best, man. Oh shit, nee. What the fuck? Hier. Ik weet niet meer wat voor wapen dit is. Nee, we schalen bij. Het ziet eruit als een grenade launcher of zo. Ik hou mijn zwaard gevoel terug. Ik heb het andere wapen. What's the situation? Checkpoint done. You rigged the mass driver up top. We lose that, the autom has no covering fire. She'll never make orbit. Kijk voor ons dan. Noble, the keys. We had the pad. Ja, ik kan zeggen wat je wil, maar dit ziet er fantastisch uit, hoor. Zelfs voor 2019 game ziet dit shot even, waar ik nu kijk naar de Pillar of Arden. Het ziet er fucking goed uit. Insane. Een beetje denken aan die shipwreck van Jedi Fallen Order. En gewoon, hoe heet het? 4K 300 frames per seconde, hè? Easy clap. Ik moet zeggen, 343 heeft echt een fantastische job gedaan met de PC-port, man. Natuurlijk, er blijven altijd wat issues.
Maar deze performance is echt insane. Hier liggen weapons cache trouwens. I'm in position. I'll take out as many dropships as I can. Ja, een hele fijne avond, man. Tof dat je er langs was. Woep! Daarvoor moet je echt oppassen. What the fuck, man? De Mighty Hammer of Thor. Wegwezen. Ah, hij dodged hem! Ik ga er voorbij! Ai. Ik sprok zo op de hoek en ik werd uit de lucht gemapt. De dier. Ik heb ook ammo nodig trouwens. Binnen. Dat is goed, Q. Hele fijne avond, man. Check je later, ouwe. Oh, kut. Ik zie de guy met de hamer weer. Ik zie hem. Eén hit met de grenade launcher. Twee hit, hij is down. Pak zijn hamer. Oh, ik kop even dingen. Ga naar safety. Oh! Dankjewel, Darkboy. Dankjewel, hè. Ga naar safety. Ja, ik ben er weer. Een brood. Maar overwinning clipt niemand. Eén keer een hamer koppen, dat is gelijk een clippie. Dat is goed, Delacross. Lijkt me gezellig, man. Bam! We got more on the way. Point done. Deze kant op? Ik weet niet hoor. Licht in de pillar in ieder geval. Ja, dat lijkt me ook maar. Oh, je moet hier naar beneden. Oh ja. Sukkel. Ja, ik denk gewoon dat die kapot op moet. Ja, je bent zo'n nerd af en toe. Nee, nu ga ik wel dood waarschijnlijk. This joke's on me. Oh, ja nee, ik ga dood. Ik ries van voor hem. Oh mijn god. Maar je bent er weer toch? Ja, ik ben er weer. Er zit nog eentje achter ons. Hoor. Ja, hij is down. I'm gonna send you all straight to hell.
moeten dit echt crossplay met Xbox maken, man. Ah, ik ben down, ik ben down, ik ben down. Ja, top, thanks. That was the cat! Get the hell out! Oeh, ja, hier bij mij zit er eentje. Ik ga eerst naar een veilige plek. Nagaan, ik heb dit toen in mijn eentje gedaan op Xbox, hè. Ik werd helemaal lauw van die gasten. Leek maar geen eind aan te komen. Ah, stik it. Ik ben dood. Ja. Dan ben ik wel mijn god. Dat is zwaar van toch. Oh, door een schaar. Kijk hoe mooi dit eruit ziet, man. Jesus. Dat is echt sick, hoor. This is Keys on hot. Echt insane. Ready to take possession of the packet. Good to see you, Spartan. Halsey assured me I could count on you. Not just me, sir. They'll be remembered. Cruiser, adjusting heading for the Autumn. Noble 4, I need fire on that cruiser or we're not getting out of here. Do you copy? Can I have your window, sir? Bridge, this is the captain. We have the package. Returning to the Autumn, over. Copy that. Oh, shit. Dat we uiteindelijk in die turret gaan zitten waar die naar boven vliegt. Dang! Damn! Who's next? Oh! Ja, door 3-for-3, Chief Thomas. Dit is de enhanced version, zeg maar. Lieutenant, get aboard! We gotta get the hell out of here! Negative. I have the gun. Good luck, sir. Good luck to you, Spartan. Hij offert zichzelf op, jongens. Daar naartoe. Noble 6, get on that mass driver and clear me a path. Shit. Ik lijk al geen heavy damage. Ja, hij is dan. Ja, ik hoop dat het niet alleen bij een hype blijft, Chief Thomas. De Halo-serie is mij dierbaar. Dus ik zou echt gelukkig zijn als het weer... de grootheid van wel leer te krijgen. Ik ben dood. Ja, nu komen al deze... Ik was alles vergeten. Maar ik weet hoe frustrerend dit stukje was met die elites. En hoe kut dat stukje was met die brutes net hiervoor. In mijn eentje toen. Dus welke difficulties wil je doen? Even ook? Ja, oké, okay, Rogue. Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar per se willen uitspelen op de moeilijkheidsgraad, weet je. Maar qua difficulty is het met twee mensen wel beter, vind ik. Ik heb
Heb je hem? Nee. Het scheelt dus nu wel af. Ja, ik ben net op tijd. Zijn rocket launcher ligt er nog. Nog vier leven. Cruiser moving into position. I need it dead. Aha. Niet van dit standpunt meegemaakt. Oh, what the fuck, heb ik op kaart geraakt, joh. Wat de hel. Ik heb een ding, een Spartan laser, dus... Je kunt gewoon instappen als het goed is, want ik ben dood. Een Spartan laser? Dat is leuker. Mag ook. Moet je even naar achter gaan, dan kan ik even weer... Hij schiet niet. Ingelukt houden, ingelukt houden. Ga eruit. Oh, je moet er heel lang ingelukt houden. Serieus? Mhm. Stop het maar. Wil jij weer de cannon? Ja, is goed. Cruiser moving into position. I need it dead. Pak links. Hallo? Laat me instappen maar weer. Dood, what the fuck is dat, joh? Ben jij het eventjes? Fire down! Hit her in the gut! Oké, ja. Ren naar boven, ren naar boven. You've got the fire now, Spartan! You won't survive another hit! Schiet dan! Jezus! Normaal, alsjeblieft. Nu hebben we hem niet gehaald. Volgens mij moet je op dat ding naar boven schieten. Ja, maar ik heb zoveel enemies elke keer omheen. Ik ga elke keer bijna meteen dood. Ik mik me op de benchies. Hou je alsjeblieft niet bezig met de benchies. Ik weet het niet. Ja, ik kan nog niet schieten op dat andere ding. Nope. Ja hoor. Hij draait zijn fucking loop zo mijn... Steady Spartan. Kan ik erop schieten? Stego. Got him.
Pillar of Autumn, we're away. The package is with us. Oh, shit. Cortana, all I need to know is, did we lose them? I think we both know the answer to that. Mooi beeld? Wat bedoel je, Joshua? Dit is het begin van Halo 1, jongens. Daar staat de Halo, denk ik zo. Yep. Holy shit. Oh, zo, ja, ja, zeker weten, Joshua. Ja, het draait ook als een tierenlier, deze game, man. Later, jongen. Hele fijne avond, hè. Dat we doen. Je hebt het nooit gespeeld, hè? Anders vraag je dit niet. Gaan we nu gewoon glorieus dood. Kurt. Goed zo. Ja, dat heb je goed gedaan, hoor.
Oh shit, ja. Helaas. It didn't take long for Reach to fall. Our enemy was ruthless, efficient, but they weren't nearly fast enough. For you had already passed the torch. And because of you, we found Halo, unlocked its secrets, shattered our enemy's resolve. Our victory, your victory, was so close. I wish you could have lived to see it. But you belong to Reach. Your body, your armor, all burned and turned to glass. Everything. Except your courage. That you gave to us. And with it, we can rebuild. Ja jongens, dat was hem. Halo Reach. Ik, hij was korter dan, dan ik in mijn... Ja, maar je hebt natuurlijk ook een hoge difficulty in je eentje speelt, dan duurt het gewoon veel langer. Ja, ik moet wel zeggen, hij is wel echt een stuk makkelijker inderdaad wanneer je met z'n, met z'n twee of meer speelt. Maar ik moet wel zeggen, dit was wel even een potje genieten hoor. Jezus, a trip down memory lane en... Het bewijst nog maar, dit is nog steeds top of the bill wanneer je het over co-op games hebt. Want wanneer komen er nou dit soort games uit? Nooit meer. Echt, echt letterlijk nooit meer. Maar, shit. Fuck, het zit erop. Helaas. Ik hoop dat we niet te lang hoeven te wachten op Halo 1. De eerstvolgende die uitkomt. Maar ja, we gaan het zien. Heb jij genoten, Niels? Dit was voor jou de eerste keer, toch? Ik heb zeker genoten. Ja, ik heb Halo 1 en 2 wel meegekeken bij mijn broer. Dus daar weet ik het verhaal wel van. Ja, je gaat ze allemaal gewoon opnieuw spelen nu. Dus maak je geen zorgen. Dit is wel de eerste keer dat ik eigenlijk allemaal speel. Want die latere, toen heb ik... Ik heb nooit een Xbox gehad, ik heb wel een PlayStation gehad. Kijk, ik heb ze allemaal completed. Allemaal. Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Ja. Maar ik zit pas op 27%. Gruwelijk, man. Wat een games. Hoi. Nou, van de week misschien maar even een keertje multiplayer. Hey, hoe staat het? 10 van de 12 missies completed. We hebben toch alle missies gedaan? Ja, we hebben alle missies wel gedaan, ja. Ja, 100%. We hebben alles gedaan. Krijg ik allemaal achievements weer natuurlijk. Geen idee waarom het er niet staat, maar ik weet het niet, Home Alone, ik durf het echt niet te zeggen, man. Ik heb vandaag nog even 3 potjes gespeeld. Dat was leuk. Gewonnen. Dat was hem, jongens. Dan ga ik mijn bedje opzoeken. Thanks, Niels.
Ja hoor. En misschien moeten we hem even nog een keertje opnieuw doen. Alleen dan op Legendary. Ik heb nog nooit een Halo game op Legendary uitgespeeld. Want dat is echt fucking pittig. Nou, als we het met z'n vieren doen, dan moet het vast en zeker lukken. Als ik zie hoe makkelijk eigenlijk in Rogue ging. Dus dan moet het wel lukken. In ieder geval, ik ga slapen jongens. Nog een hele fijne avond. Check jullie later. En bedankt voor het kijken vandaag. Het was echt insane bij GT Sport. En ook bedankt voor het kijken bij Halo Reach. I appreciate your support. Dus we checken jullie volgende keer. En dat zal dinsdag zijn, denk ik. Later jongens. Hele fijne avond, hè. Yo, later. Later.